Deze beschouwing. Die gaat over uh, mannenmishandeling en andere dingen die mij te binnen schieten. Het is naar aanleiding van iets wat ik net heb gezien in de Albert Heijn. En voor de rest, ik hou het rustig hoor. Dus je kan dit uh, prima luisteren voordat je gaat slapen. Don't you worry about a thing. Ik heb een uh, heerlijke pot thee heb ik naast me staan. Met, uh, gemaakt met die theezakjes van de Albert Heijn. <laughs> ja, het ging als volgt. Ik stond daar, ik kwam de Albert Heijn binnen. Ik ben eerst even gaan pinnen. Ik leef momenteel van uh, 50 euro contant in de week om. Uh, hey big spender. Do, 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 do. Dan pin ik op zaterdag 50 euro en dan doe ik het dan de hele week mee. Dus dan kan ik 7 euro per dag uitgeven. Dus, uh, dus afgelopen week goed gelukt. Afgelopen week, ik heb nog 3,5 euro over of zo. Dus... Dan heb ik iets van 47. Dan heb ik dus, dus, ja, bijna 7 euro per dag uitgegeven. Maar daar heb ik ook uh, fietstassen, een fietstas van gekocht. En een dingetje voor op mijn zadel. Dat was ook een tientje. En ja, dat is eenmalig natuurlijk. Deze week hoef ik nou geen fietstassen te kopen. Kortom, ik sta lekker zuinig te doen en ik wil dan door het poortje heen om de supermarkt in te gaan. En voor mij staat een moeder met twee kinderen. Een klein jongetje, een jaar of drie, vier. En die had zo'n kinderboodschappenwagentje met zo'n uh, zo vlaggenstok en een vlaggetje van Albert Heijn erbovenop. En een oudere zus van hem, een meisje van een jaar of zes, denk ik. Misschien zeven. Uh, en de moeder. En dat jongetje uh, wilde dus graag uh, dat karretje. Want, uh, oh ja, dan ben ik heel belangrijk, want ik ben het jongetje en uh, ik heb mijn eigen winkelwagentje. Ja, je kent het wel. Uh. Daar zijn die karretjes ook voor bedoeld, by the way. Nou. Dat meisje pakt de vlaggenstokbeet van het karretje... En daar zit ook een handvat aan. En begint dat even, dat jongetje, ongevraagd te helpen. met het sturen en duwen van dat karretje. En dat wil dat jongetje niet. Want dat jongetje wil dat zelf doen. Dat is vrij normaal. Als ik de Albert Heijn binnen ga. en ik pak een boodschappenmandje of zo. heb ik ook liever niet dat iemand anders zegt. zal ik je even helpen dragen. Dus ik zeg, blijf met je handen van mijn mandje af. Ja, maar dan help ik je even met het dragen van je mandje. En dan zeg ik tegen zo iemand: heb ik het jou gevraagd? Nee, maar ik dacht, dat doe ik even zelf, want uh, ja, je weet nooit of je hulp nodig is. Dus ik zeg nou, heel erg vriendelijk bedacht. Maar volgende keer even vragen of het gewenst is. En als je het aan mij vraagt: is het gewenst? Vraag het even aan mij. Oh, nou, is het gewenst dat ik je help met dragen? Dan zeg ik nee. <laughs> Zo dus moet je ook dat jongetje helemaal niet helpen. Die gaat het zelf doen. Voor dat jongetje, een jongetje van drie, vier, is dat een heel avontuur. Ja, waarschijnlijk al toen zijn moeder zei, we gaan zo dadelijk naar de Albert Heijn. We gaan dat en dat halen. Dat het jongetje al dacht, oké, okay, nou maar dan ga ik weer met het karretje. Doen, ja. En zijn zussen, die deden het zo heel achterloos. Hè? Zo, nou, ik pak het even buiten zo. Maar ik ga mijn broertje wel even helpen hoor. En een jongetje zo van, hé. Hey. Ja, en die protesteerde. En dan zei ze van, nou oh, ja, als je moeilijk doet. Nou, dan liet ze zo liet ze dat ding lossen. En dan gingen ze één stapje vooruit naar dat gangetje waardoor je dus naar binnen kan. En toen keek ze zo naar het plafond. En terwijl ze naar het plafond keek, huppakee, weer met de linkerhand. Weer die vlaggenstok bij het pakken. En een jongetje weer, hé. Hey, dat is mijn karretje. Ik ben aan het duwen. Door het was niet zo dat die kinderkarretjes op waren of zo hoor. Als het meisje graag een karretje had gewild, had ze kunnen een paar stapjes opzij doen. Pak ze ook een karretje, heeft ze haar eigen karretje. En daar ging het meisje helemaal niet om. Nee, zij wilde die vlakke stok beter houden van het karretje wat haar broertje had. Nou, dat ging dus nog een keer. En dat jongetje werd boos. En toen liet, zat hij alleen maar terug aan het karretje van laat los. Want ik ben dat karretje aan het duwen. En niet jij. Ik heb het karretje gepakt en niet jij. Heeft die jongen denk ik helemaal gelijk in. En ik stond er maar te wachten. Maar het is niet zo heel erg. Ik zat met verbazing te kijken naar het gedrag van die moeder. Want die moeder die zei er helemaal niks van. Die zei op een gegeven moment wel. Tegen haar dochter. Die, die moeder die keek naar mij. En die keek naar haar dochter. En die zei van nou laat nou die vlaggenstok maar even los. Want we houden de boel op. En die meneer wil ook naar binnen. En ik was dan die meneer. Nou toen hield zijn zusje dus even op. We konden we de supermarkt in. Dan waren we dus voorbij dat poortje dinges. Klapapparaat. En dan ging de zusje weer hoor. En die moeder zei er helemaal niks van. En even later, toen stonden ze bij de, de afdeling met een eindje verderop, met de, met de melk en zo. En toen dus had het zusje weer aan die vlaggenstok te trekken. Van uh, ik ga wel eventjes duwen, want mijn broertje die kan er helemaal niks van. En dan uh, moet ik altijd mijn broertje in de gaten houden, lalala. Toen gaf die jongen dus een ruk. Nou, is het genoeg geweest en ik ben hier aan het rijden. En die geeft een ruk aan het uh, winkelwagentje, kinderwinkelwagentje, en die glijdt uit en die gaat recht op zijn bekken op de tegels. Een kruisen jongen. Nou, en nu vraag ik aan jullie, ja, draai deze situatie nu eens om qua geslacht. Dus in plaats van die moeder is de vader erbij. In plaats dat dat meisje de oudste was, is er een jongen die de oudste is. En in plaats van dat jongetje, wat eh, van drie, vier was, die het winkelwagentje, kinderwinkelwagentje wilde duwen, was er een meisje van drie, vier die dat wilde. Ja. Even uh, vrouwtje, mannetje, precies omgedraaid. Hè? Dan nou beeld je even die situatie in. Dan had je waarschijnlijk gevonden dat punt 1 dat oudere broertje een heel vervelend jongetje was. Terwijl je nu bij dat meisje denkt: van ja, hè? En die vader die daar dan niks van had gezegd, hè, terwijl zijn oudste zoon zijn kleinere zusje aan het pesten is had je die vader waarschijnlijk een ongelofelijke lul gevonden, of niet? Sterker nog, je had het je niet voor kunnen stellen dat een vader zulk gedrag zou accepteren van zijn oudste zoon naar zijn kleinste dochter. Dat had een vader niet geaccepteerd. Dat accepteert een mens niet. Maar nu is het een moeder en de oudste is een meisje... en die moeder die kijkt de andere kant op. Hé, want terwijl ik dit verhaal vertelde... heb jij niet enig moment gedacht... van jeetje wat een moeder zegt? Kon ze niet even ingrijpen? Nee joh. Nee, dat accepteer je gewoon omdat het gaat om vrouwen, denk ik dan. Nou, denk ik dan, heb ik net aangetoond. Dit is mannenmishandeling. Dat begint op jonge leeftijd. En die jongen, die was, Ja, die vond het bitter en bitter oneerlijk. Hè? Dat lijkt me nogal wie dus. Want zijn zus kan ook een wagentje pakken. Als zij zus zo graag zo'n klein kinderwagentje, winkeldingetje wil besturen. met een handje aan de vlaggenstok. dan pakt ze toch het eigen ding. Het is nou haar broertje die dat heeft gepakt. En dan, ja, dan moet je daarvan afblijven. Of je broertje moet het vragen: van, Wil je gullen we samen duwen? Maar dat vroeg dat broertje helemaal niet, want die wilde dat in zijn eentje doen. En laat je broertje met rust. Als mijn dochter dat geflikt had, ja, dat was ze niet meer weggekomen. Had ik tegen haar gezegd: Op deze manier uh, blijf je hier staan. Yeah, bij de sectie. Dan ga ik naar binnen met je broodje. En je wacht maar tot we er weer zijn. Als jij je niet kan gedragen. Dan is dit je straf. Alsjeblieft. En de volgende keer ga je niet meer mee naar de supermarkt. Goed begrepen. Dat denkt zo'n meisje wel niet. Je, je kleinere broertje loopt rijden erom dat hij maar drie is. Maar die moeder had er een, geen enkele moeite mee. Maar toen het jongetje lang uitging, was het die moeder haar enige zorg van oh, wat huilt mijn kind hard en straks hebben de andere mensen in de supermarkt er last van. Nou, ik kan tegen die moeder zeggen, ik had er al last van toen zij niet ingreep toen haar dochter dat kleinste jongetje aan het pesten was. En het haar alleen maar interesseerde dat ik extra wachttijd had om door het poortje heen te komen. Maar er waren veel meer dingen aan de hand, namelijk haar jongste kind werd getreiterd door zijn zusje en ze zei er niks van. Alsjeblieft, dank je wel. Mannenmishandeling. Ja, niet van mij, maar van dat kind. En een andere die ik dan ook... Uh, dat vind ik al een tijdje, heb ik nog niet eens besproken bij mijn beschouwingen. Maar ze hebben een heel verrassend onderzoek gedaan. En daarbij ging het om de cijfers die kinderen kregen voor een opstel... En die werkjes die werden dan nagekeken. En dan was het degene die nakeek. Bij de ene partij opstellen. Was het degene duidelijk of het ging om een jongetje of een meisje. die dat opstel had geschreven. En in het andere geval. was het geslacht van degene die het opstel had geschreven. niet bekend. En wat bleek? Dat. Als het geslacht bekend was en het ging om een jongetje, dan kreeg diegene een lager cijfer. Puur omdat het een jongetje was. Want als degene die nakeek niet wist dat het ging om een jongetje, dan kreeg hij een hoger cijfer. Maar dan moest je wel geheim houden dat het ging om een jongetje. En als je ze laat blijken dat het ging om een jongetje, krijg je een lage cijfer. Dat scheelde 1, 2 punten. Het is toch van de gekke? Dat is een mannenmishandeling. Hetzelfde geldt voor het onderwijs, waarin. Ik, dus, ja, ik, heb het, ik ben erbij geweest, want mijn dochter uh, heb ik. De, uh, zes jaar lang of zo eens een beetje naar school gebracht. Nee, iets korter. Nou, nee, zoiets, ja, zes jaar lang. Van groep 0 tot en met groep 8. Ja, nou, dat is eigenlijk wel langer nog, ja. Acht jaar lang. En het onderwijs en personeel, ze zijn alleen maar vrouwen. Nee, ze wordt het al snel uh, ingeprent, hoor, bij uh, die jongetjes dat ze altijd de bok zijn. Het is bitter oneerlijk hè? En vrouwen zijn hiervoor verantwoordelijk. Het zijn de vrouwen die dit doen, hè. En geen hond die er wat van zegt. Ik ken een jongetje. Nou, inmiddels is hij ook 19, zo. 20. Maar toen ik hem... Uh, bijna, ik zag hem bijna elke dag... En hij heeft nog een keer bij ons gespeeld. Een leuk gozertje, man. Heel energiek. Heel, ja, echt zo'n jonge jongetje. Hè? Nou, leuk, leuk kereltje. En die middag bij ons. Geen enkel probleem met die jongen. Hij luisterde hartstikke goed. Ja, er gebeuren dan altijd dingen op zo'n middag en dan heb je de medewerking nodig van die kinderen, dus ook van hem. Ah, ja, dat ging prima. En toen zijn moeder hem kwam ophalen, dan was het ook in één keer dat ik al van tevoren heb hem gezegd, van, nou, nog eventjes en dan komt je moeder kom je halen. En weet je nog waar je schoenen staan? En hij zei oh, ook eens even kijken. Oh ja, die is aan zo mooi zo. En je jas, weet je die ook nog te vinden? Ja, want die hangt daar aan deur, Moo zo mooi zo. Als ze dadelijk je moeder komt, wil ze misschien gelijk weg. En dan moet je wel... Moven, uh, huh? moven. Move. Huh? Niet je moeder laten wachten. Oh nee, dat, dat doe ik. En dat was ook zo. Hij heeft zijn moeder niet laten wachten. En op school, jongen. Die, die jongen die kreeg een straf. En waren we op... Met die hele klas meukschool. Drie, vier, vijf, zes van die klassen... Allemaal naar uh, Jan Klaassenland of zo. Zo'n kinderspeeltoestand gebeuren. En ik was er ook mee als een van de begeleidende ouders. En dan staat dat jongetje ergens uh, bij een paal. Helemaal niks te doen. Ik zei: uh, Wat doe jij hier? Nou, zei hij: uh, Ik moet hier bij de paal blijven staan, want ik heb straf. Ik zei: Oh. Ik zeg, wat heb je gedaan dan? Nou, zei die, ik zou het echt niet weten. Ik weet alleen dat als ik uh, niet bij de paal blijf staan, dan krijg ik nog meer straf. En uh, dan komt ik mijn moeder, als ik erachter kom, dan krijg ik nog meer straf. Nee, dat is leuk. Zielig hoor. En wie zijn er voor verantwoordelijk? Ja, vrouwen. Zijn moeder is een alleenstaande moeder. Ook dat nog, heeft die jongen ook nog, niet eens een vader over de vloer. En op school ook alleen maar vrouwen. En die straffen ze die jongen gewoon. Jij moet bij de paal staan en je mag er niet bij weg. Klaar. Nee, leuk is dat. Mannenmishandeling. Als je er één keer op gaat letten, dan zie je het overal, jongen. Ik liep over straat er stond een meisje die stond uh, te klootviolen met haar uh, smartphone. En dat duurde nogal even. Ik kwam zo langzaam aanlopen en zij zat maar bliep bliep bloep, bloep bloep. En dan eens zichzelf te praten en la. la, 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 la. En onderwijl werd er dus niet gelopen en de jongen stond dus ook maar stil. Kennelijk waren ze met z'n tweeën op weg om de stad in te gaan of weet ik wel wat. De jongen stond ook stil te wachten tot uh, die Trinola klaar zou zijn met de bleep bleep bloep op de smartphone. En die zegt tegen haar: van nou, wat je ook kan doen is dat je linksboven in het menu klikt en dat je reset uh, dingen doet of zo. Want de smartphone deed het niet meer. En die jonge vrouw, die viel me toch uit, jongen? Eigenlijk net nuttig. Terwijl die jongen, die bedoelde het goed. Die zei alleen maar: Nou, zo te zien heb je een vastloper op je smartphone. En als ik jou was, zou ik even, even alle, alle memory cache clear, clear, clear. Gewoon even reboot. Dan start al over again. Ja toch? Die jongen wilde alleen maar helpen, en dat meisje stond al te haspelen met die telefoon toen ik eraan kwam slenteren. En toen ik er al voorbij geslenterd was, zegt dus dan een etelijke seconde later. Toen zei die jongen pas uh, die gouden tip van uh, misschien dat je even reset kan gaan doen en dan uh, kijken wat er dan gebeurt. En dan kunnen we tenminste doorwandelen en dan gaan we de stad in. Dat laatste zei hij niet, maar dat bedoelde hij wel. En ja. oh, dat meisje naar hem uitvallen, man. de jezus. Ja, in wat van tijden leven wij? Ja, die mensen met een grote mond. Naar mannen toe. En die mensen, daarmee bedoel ik vrouwen. Nee, ik hou er niet van. Uh, ik hou er niet van om afgebekt te worden. Punt 1, hè. Er begint bij mij een gevoel te komen dat ik op het werk ook zou willen kunnen. Ja, dat je afspreekt dat je niet samen hoeft te werken met vrouwen. Ik zit nu in de, in de ondersteunende dingen van de gehandicaptenzorg. En ja, bedoel, ik ga dat niet vragen of zo. Dat zou een beetje belachelijk zijn, want de, ja, 90% of zo is vrouw wat daar werkt. En mijn begeleidingstoestanden, dus de mensen die me inplannen, ja, dat zijn ook allemaal vrouwen. Dus. Maar goed, dat wist ik voordat ik eraan begon. Maar op het werk, op de werkvloer, man... Oh. Ik heb het meegemaakt. Vrouwen, man, die kunnen tekeer gaan tegen mannen. Ah. En er zijn studies van gemaakt hè, dat vrouwen dat onderling ook heel erg doen. Alleen dat gaat veel meer onderhuids. Uh, er zit veel meer haat uh, en nijdtoestanden naar elkaar toe. Dan je zou op het eerste gezicht zou denken. Maar naar mannen toe? Wauw. En mijn dochter heeft ook een handje van, hoor. Die heeft ook... Uh... Dat eerste vriendje wat ze had, dat heb ik nog redelijk bewust mee mogen maken hoe ze daarmee omging. Nou, daar werd ik niet bijzonder vrolijk van. En ik heb nog niet eens de kans gehad om daar wat van te zeggen. En we zijn al vijf jaar verder. Maar ze is heel druk, hè, mijn kind, met van alles en nog wat. Dat is ook een vorm van uh, mannenmishandeling. Wat was het nou Maar ik vond het wel leuk dat ze langskwam. En ze zou daarna door naar Nijmegen. En ze was moe en alles. En toen zei ze... Ja, en dan moet ik ze dadelijk ook nog eerst even terug... want dan moet nog naar mama toe. Dus ja, dan komt ze naar mij toe... en zo vaak is ze niet bij mij. En dan moet ze van mij uit eerder weg... want ze moet naar mama... Terwijl ze komt al uh, minimaal drie avonden in de week. Drie keer in de week slaapt ze bij de moeder. En dan, die enkele keer dat ze dan bij mij is, moet ze eerder weg, want ze moet naar de moeder. Ja, daar geef je ook een signaal mee af. Hè? Dat is ook mannenmishandeling. Ik moet mijn dochter verder zelf weten hoor. Ze is nu 19. Voor zover zij gevormd kon worden, is dat toch al gebeurd. Dus. En hoe ze omging met haar vriendje, ja, ik geef dat rapportcijfer 4. Maar zo ga je niet met mensen om. En zo ga je ook niet met je, met je vriend om. Je houdt een beetje je gemak. En je bent beleefd. En je bent respectvol. Dat is erg belangrijk. Ook al gaat het om een man. Ja, dat zijn zo van die dingen. En dat, triggerd, dat werd dan getriggerd vandaag door het gedrag van die moeder. Die dat gedrag van het zusje naar dat jongste broertje toe. Uh, door de vingers zag. Alsof dat normaal is. Dat het oudere zusje, het kleinere boertje loopt te pesten. Terwijl dat andersom zou dat nooit geaccepteerd zijn. Helemaal nooit niet. Ja, toen dat jongetje dus een ruk gaf aan het karretje uiteindelijk bij de zuivel, dat los. En, 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 en toen gleed dat jongetje uit en ging die met zijn snuiter op de tegels. En toen moest dat jongetje zo snel mogelijk stoppen met huilen. Maar als het andersom was geweest en het oudere broertje had ze uh, aan die vlaggenstok getrokken en het meisje had een ruk gegeven aan dat kinderwagentje van dat meisje van drie dan, kinderwinkelwagentje. Uh, en het meisje was uitgegleden en met de mondbakkers op de tegels gegaan, had de jongen gelijk klap voor zijn kop gekregen. En nu ging alleen maar de aandacht naar het jongetje van hou eens op met huilen, want ja, uh, yeah, er zijn hier mensen aan het winkelen en anders mag je de volgende keer niet mee. Dat jongetje, dat riep ook toen hij nog op de kei lag, riep hij nog iets vers, half verstaanbaars of zo, in de trant van, ze zit me te plagen of zo. Of het kwam door haar, of zoiets. Ja, hier mogen vrouwen over gaan nadenken. Want dit is, wat die moeder deed, vanmorgen in de Albert Heijn, dat, dat is niet zonder consequenties. En wat voor samenleving willen jullie? Ja, toch? Je creëert er iets mee, hè? En daar ben jij verantwoordelijk voor. Ja, ik ben er nu zelf over aan het nadenken, maar ik hoop dat jullie even met me meedenken. Ik vond het zielig voor het jongetje en ik denk nu even van hoe gaat zich dat ontwikkelen. Want dat oudere zusje gaat niet stoppen met haar gedrag natuurlijk. Want dat wordt getolereerd door die moeder. En dat jongetje dat wordt groter, sterker. En die krijgt een wrok naar zijn zus. En wat nou als zijn vader, want dan hoop ik nog maar dat voor die jongen dat zijn vader nog in beeld is. Maar wat nou als die moeder besluit om die vader de deur uit te denderen en te gaan voor de hoofdprijs en die heet alimentatie met alles wat erbij hoort. Dan is die ook zijn vader nog een keer kwijt en overgeleverd aan die twee vrouwen. Ik zie het somber in voor dat kind. Hoor. Dat wordt geen makkelijke jeugd. En ik vraag me af hoe het dan zit met de, de psychologen, psychiaters en kinderopvoedkundigen om hierover aan de grote bel te gaan trekken, want ik zie het op heel veel plekken, namelijk een gedrag van vrouwen naar mannen toe was onder de mat is. Een gedrag wat andersom niet getolereerd zal worden. En bij mij thuis, toen ik met mij en mijn zusje. Uh, dan kon mijn zusje ook van die dingen flikken hoor. En mij op laten draaien voor. Uh, het gezeik terwijl zij het had uitgefroten. Ja, zij was mijn jongere zusje en lalalalalala. In huis moesten wij allebei huishoudelijke arbeid doen. En buitenshuis uh, boodschappen doen en dat soort dingen. Dat moest ik dan uh, ook doen. Dat hoefde mijn zusje niet te doen, want dat was een meisje. Dat moest ik doen. En in huis moest ik net zoveel doen als mijn zusje. Dat is uh, mannenmishandeling. En ik ben daar nu niet meer wrokkig over of zo. Jij ja, maf. Maar. maar ik weet wat er gebeurd is. Ik ben dat niet vergeten. Waarom zou ik? Ik weet dat het gebeurd is en ik zie het nog steeds gebeuren. Hoe jongetjes uh, worden achtergesteld door hun eigen moeders. Dus ook de, de moeder van mijn kind, dat, dat werd dan duidelijk na de scheiding. Dat, die, uh, zij, die moeder, die vertikte het om regelmatig de was te doen voor mijn kind. Terwijl ze de hoofd, terwijl ze voogde was. Dus die, ik was een hulp Sinterklaas of zo. Zij was dan uh, volledig verantwoordelijk voor uh, mijn kind. Terwijl ze niet eens normaal de was deed ja ja, dat schijnt dan allemaal normaal te zijn hier in Nederland. Nou, mijn moeder die wist daarvan dat mijn dochter in fietsen kleren naar school moest. En die, mijn moeder heeft er niets van gezegd, hè? Ik vertelde dat aan mijn moeder. Mijn moeder zei: oh ja, ja, nou zie je. Ja, misschien heeft ze te druk. Of. Uh, ja, dat ze ja, veel dingen aan haar hoofd heeft of zo. Of, uh, ja, het is, uh, ja. ja, het is maar wat, hè. Dus. Uh, met mijn dochter had ik dan een vaker op maandag of zo. En dan was ze het weekend bij de moeder geweest en alles. En dan had ze zo'n vieze kleren. Dan zei ze: Pap, kan jij ervoor zorgen dat dit morgenochtend allemaal schoon is? Ik zeg: ja, kind, kom maar op. En ik was de sodomieter dan uh, wasmachine aan en dan is mijn half zes s avonds beginnen met uh, die machine aan te zetten. is die om half acht klaar. Dan gelijk het doorhevelen naar de droger, dan is die om half tien, tien uur klaar. Nou, en dan de spullen uit de droger, eventjes uit laten wazen me en dan s'morgens. Mijn dochter stond dan, of ik stond om zes uur s morgens op. Mijn dochter om kwart over zes ontbijt geven. Nou, ja, dat is de schone kleren. En dan was mijn moeder op een keer bij mij en dan keek ze in de badkamer en daar stond een wasman van Ikea met twee compartimenten. En mijn moeder die maakte toch een opmerking over zich, zoals toescof, noemen de Engelsen dat, want Nou, je doet zeker alleen maar uh, lichte was en donkere was. Terwijl ik dan denk van ja, uh, ik doe de was voor jouw kleinkind. En je schoondochter niet, hè? Zou je daar niet eens wat van zeggen? Heb ik op dat moment niet gezegd tegen mijn moeder. Er waren andere mensen bij. En we moesten nog eten met z'n allen. En ik denk, nou laten we de goede vrede maar bewaren. Dan laat ik dit maar over me heen gaan. Maar het is mannenmishandeling. Want zoiets zegt mijn moeder waar mijn dochter bij is, hè? Oh oh, oh oh oh. Ik was ook op een vergadering en de secretaris die vroeg aan de penningmeester wat is het totaal saldo in kas? En het ging om vrijwilligerswerk, well, iedereen hoor, in principe. En het was een administratie van helemaal niks. Nou, wat was er in kas? Netjes gezegd, wat is het totaal aan liquide middelen? En de penningmeester, een vrouw, die zegt dan... Eh, nou, eh, in contanten is het 37,65 euro... Op de rekening courant van de Rabobank staat uh, 784,91. En op de spaarrekening van de Rabobank staat uh, 1193,25. En ik was de voorzitter. En ik vond dat de penningmeester geen antwoord had gegeven op de vraag van de secretaris. Want de secretaris vroeg naar het totaal in kas en niet naar de opsomming van drie bedragen. Dus ik zei tegen haar van ja, en wat is dat nou bij elkaar opgeteld? Want hij wil het totaal weten. En die vrouw die werd kwaad, jongen. Ze zei hier, zij had dus uh, niet eens uh, dingen gemaakt voor iedereen. Ze had alleen maar een staatje voor zichzelf. Terwijl zij moest de jaarverslaging, jaarverslaggeving uh, presenteren. Nou, geen kopietje voor iedereen, ze had alleen maar zelf een blaadje. Uh, ze, ze schoof dat blaadje naar mij toe met een, met een boos gebaar. En zei, uh, ga jij het dan maar optellen, ga jij het dan maar doorgeven wat dat moet zijn. En vervolgens stond ze op en liep ze weg van de vergadering. En iedereen keek naar mij. Van, oh, de voorzitter heeft de secretaris de penningmeester overstuur gemaakt. En even later komt er een vrouw naar mij toe, die was uh, hoofd van de ledenadministratie. En die zei, nou, ik wil even zeggen, ik vond het gedrag van jou niet acceptabel. Dat had je wel wat aardiger kunnen zeggen. Nu ja, gaat toch allemaal fietsen man. Ik ben er ook geen voorzitter meer hoor, ik ben er mooi klaar mee. Doe zo wens ik niet behandeld te worden. De secretaris stelt hem een volslagen normale vraag: namelijk, uh, wat is er in kas? En dan moet de, de penningmeester moet zeggen, dat is 1347 euro. En dan mag de penningmeester ook zeggen, dat is ongeveer 1300 euro. Dat vind ik ook best. Want de, de secretaris wil dat niet op de, op de cent nauwkeurig. Daar gaat het hem niet om. Maar wat is er ongeveer in kas? Doen we vijftientjes, 800 euro, waar praten we over? Ja. En een penningmeester moet dat bedrag... Ja, dat is nou typisch een typische vraag voor de penningmeester en de penningmeester moet er een antwoord op geven. En dan moet hij niet komen met, uh, ik heb in dit dingetje heb ik zoveel, in dat dingetje heb ik zoveel, in dat dingetje heb ik zoveel. Ja. Dan weet de, de secretaris toch niet wat hij wilde weten. Nou dan. En ik mag dan als voorzitter zeggen van de secretaris vraagt om het totaalbedrag. Zou je dat even willen zeggen? Maar die penningmeester, die had dus uh, dat totaalbedrag niet uh, voor handen. Dat was vergeten, uh, ja, dat was gewoon vergeten. En hoe lost een vrouw dat dan op? Nou, dan gaan we gewoon een scène trappen. Dan lopen we boos weg van de vergadering en dan ben ik vervolgens de gebeten hond. Een ramp, jongen. Dat was trouwens ook op mijn werk, hè. Dat... Ik kom daar binnen in een van die woongroepen. En ik kom. En dan doe ik als eerste even een rondje maken. Om te kijken waar, uh, ja, waar, dus, waar, waar het echt vies is of zo. Want de ene keer is dat echt vies en de andere keer is dat echt vies. Dus dan maak je even een rondje. En ik kom in de badkamer. een hele grote professionele badkamer. Met allemaal apparaten en toestanden. En, en het stinkt me daar toch naar uh, luiers, man. Oeh, echt een ongelofelijke stondlucht. En pis. Nou, en ik pak... Ik denk, nou, dat ga ik even als eerste doen. Dus ik die vuilniszak... Uh, waar al die laie toestanden in zitten. En die knoop ik dicht en ik loop naar buiten. En dan is er een bij het gebouwtje... Daar staat een rolcontainer, een Kliko, En iets verder, verderop... Daar staat uh, de grote container en die wordt iedere dag geleegd door... Weet ik veel... Containerbedrijf. Elke dag is die leeg. Daar moet het uiteindelijk aan het einde van de dag allemaal in. Maar ik had die stroomduier, ik denk weg met die meuk. Ik kan het wel op het terrein in die kliko doen en daar de hele dag laten staan. Dat kan wel. Maar ik loop eventjes, wat is het, 50 meter of zo, echt niet verder. Loop ik naar die rolcontainer toe, of nee, naar die grote container en doe het daarin. Ja. Want die staat etterlijke meters van de gebouwen af. Die rolcontainer zat om de hoek bij de keuken. Komt er een vrouw op me af en die zegt: dat hoort niet. En je moet die zak in de rolcontainer doen." Ik zeg: "Ja, maar ze zitten helemaal vol met stondlaars en het stinkt." En ik dacht: "Ik breng hem even naar de grote container." "Ja," zegt ze, "dat is iedere dag zo." Uh, er zijn altijd strontluiers in die zak. En, uh, en dan moet in een rolcontainer. En dan de rolcontainer, als die vol is, aan het einde van de dag naar uh, de grote container. En dan moet je gewoon doen wat zo'n vrouw zegt. Hè? Zo. Dus, Oké, okay. dus ik ben omgedraaid. Teruggelopen. Naast de keuken waar de rolcontainer staat. Ik doe die klep open. En wat blijkt? Degene die voor mij de dienst had gedraaid, die had die rolcontainer aan het einde van de dag niet gelegd. Ja, ja. Dus ik doe die zak voor mij erin. Ja. <laughs> En loop vervolgens alsnog, nou ik heb het niet gelijk gedaan, ik denk er komt het kruisende monster weer achter me aan. Want ik had toch gezegd dat het einde van de dag... Maar toen had ik nog een zak. Uh, die moest in de einde van de repullenman, zat ook helemaal vol met troep. Uh, uh, die moest dus ook in de rolcontainer, nou die kon er echt niet meer bij. <laughs> dus die deed ik bovenop die zak met die luiers. De klep van de rolcontainer die kon dus niet meer dicht. En met een half open klep van die rolcontainer heb ik de rolcontainer naar de grote container gerold. En heb ik alles één voor één in de grote container gedaan. Met andere woorden, die zak met die luiers die lag binnen twintig minuten in die grote container. Precies zoals ik dat gewild had. Weg met die stromtroep. Ga toch weg. Maar zo'n vrouw even, loop je af te bekken, jongen. Dat is mannenmishandeling. En dan ook afgelopen vrijdag was dat. Weer een andere locatie. Daar, daar hadden ze dan, de vorige keer was dat er niet, maar hadden ze nu eindelijk een dan, uh, lijstje met de dingen die ik moest doen. En daar stond helemaal aangegeven: van sola tot sola doe je dit, van sola tot sola doe je dat, van sola tot sola doe je zus. Nou, en er stond ook op. Van 12 uur tot uh, was het nou nee, van één uur tot kwart over één of zo pauze. Nou dat hoort officieel helemaal niet, want ik weet dat is me verteld in de gehandicaptenzorg is in de Cao afgesproken dat je 5 uur aan één stuk werkt zonder pauze en alleen als je een dienst hebt van meer dan 5 uur heb je recht op pauze. Maar ik denk ja het staat erin. En ik was eerder begonnen dan op dat schema stond. Maar daar kon ik ook niks aan doen, want dat stond in mijn planning. En toen had ik 2,5 uur, bijna 3 uur gewerkt. Ik had een dienst van 5 uur. Ik denk, nou, ik heb wel zin in een kop koffie. Dus ik vraag netjes aan een van die begeleiders: van, Mag ik een kop koffie pakken? Ja hoor, zei die oudere vrouw: Doe maar. Ze zei, Nou, dat is best. Dus ik maak die koffie. En ik loop naar buiten. Het was heel benauwd, stikkend weer. Ik denk, ik ga buiten even mijn koffie opdrinken. En er werd een rondleiding gegeven door een jongere dame. aan mensen die, van dezelfde organisatie die even langskwamen. Ze ziet mij staan met die koffiebeker. koffie te drinken. En ze maakt me toch een opmerking, zeg? Sta jij pauze te houden, nu al? Er stonden zes mensen bij. Dat is mannenmishandeling. Denk ze, hitte petit wil niet. Nou zijn gelukkig niet alle vrouwen zo. Want dat feit van die vijf uur, dat weet ik dan van weer een andere vrouw. En die had tegen mij gezegd, van ja, die vroegen mij van welke dienst heb je nog meer deze week. Ze nou dan en dan moet ik vijf uur draaien. Ik zei, maar er staat hierbij exclusief pauze, wat, wat, waarom staat dat erbij? En die legde mij dat dus uit, hè? van ja, zo'n lange dienst, dan, dan nemen die mensen wel eens pauze en dat is niet de bedoeling. Maar, zei ze, als jij even pauze neemt, dan, ik zal je niet verlinken hoor, dus neem jij maar even pauze. Ja, want waar gaat het nou over? He? wil je dat ik een kop koffie drink en dat ik dat, uh, hoe, hoe, ik kan toch geen koffie drinken en tegelijkertijd de was opvouwen? Dat gaat toch niet? Ik kan toch geen koffie drinken en tegelijkertijd dweilen? Dus terwijl ik koffie drink, ja, kan ik geen wasmachines aanzetten? Nee. En hoe lang duurt het koffie drinken? Nou, vijf minuten of zo? Waar heb je het over? En dan zo'n opmerking eroverheen. En dan denk ik, meisje, meisje. Punt 1, ik had je, ik had je opa kunnen zijn. Uh -huh. nee, uh, ik vergeet het niet zo snel hoor. En zij moet het maar weten, wat, wat zij ermee aanvangt, dat moet zij maar weten. Dat, dat is niet aan mij. Ik vind haar niet aardig. Dat, dat kan ik je nu al wel vertellen. Het hoorde ik even later. Ving ik zo op? Was ze tegen een ander aan het vertellen dat ze binnenkort op vakantie zou gaan? Met haar vriendje. toen dacht ik: Oeps, heb je ook nog een vriendje? Nou, uh, dat is leuk voor het vriendje. De momenteel heeft mijn dochter geen vriendje. En dat is misschien wel leuk voor allegenen die haar vriendje hadden kunnen wezen. Want ik denk niet dat mijn dochter aardig is tegen. enig vriendje. Ja. Yeah. En dat is niet mijn schuld. Dat kan ik je wel vertellen. Het dat mijn dochter zo denkt en doet. Dat, dat komt niet door mij. Dat is niet van mij. Dan kan je lekker jieten. Nee, laat dat maar zitten. En of het met mijn dochter nog goed komt, of dat ze dan nog wel aardig gaat doen tegen mannen. Dat. Ja, dat moet maar blijken. Dat weet ik niet. Het is vervelend voor de samenleving. En ja, voor mij. Ik bedoel, ja, ik ben uh, bijna 60. en... Uh. Ik heb haar zo goed mogelijk begeleid, ik heb haar leren lezen, ik heb haar leren rekenen, ik heb haar leren steppen, ik heb haar leren fietsen, ik heb haar leren zwemmen. Ik heb haar leren boompje klimmen, ik heb haar leren schaken, ik heb haar leren, nou, andere dingen. Ja, mijn taak zit erop, dacht ik, hè. En haar moeder heeft haar geleerd om minachten te doen tegen mannen. Ja, ja en van allebei is wat blijven hangen. Ja. <laughs> Ik heb haar, uh, haar taalkennis is fenomenaal goed. Dus dat is van mijn kant bij haar blijven hangen. Maar die manier van omgaan met andere mannen, ja, dat is van haar moeders kant blijven hangen. Ja, dus mannen van Nederland, pas op. Dus als je een nieuwe vrouw ontmoet, moet je even vragen. Want je bent toch niet de dochter van Perry Winkel? Hè? Daar moet ik voor oppassen, volgens Perry. Bij deze hoor, dat is geen geintje. Dan moet je dat met alle vrouwen, maar ook met mijn dochter. Tja, ja, het is zo. Doe voor dat vriendje wat ze gehad heeft. Wat toch uh, een beetje de bok was, zou maar zeggen. Ja, die vond dat niet leuk. Die heeft daar liefdesverdriet van gehad. Nou, bespaar jezelf dat uh, verdriet. Hij is een mooie, mannenmishandeling. Naar aanleiding van uh, iets in de Albert Heijn. Met die moeder. En dat arme kleine kindje. Dat kereltje. Nou, ik hoop dat het goed gaat met het jongetje. En ik hoop ook dat het goed gaat met jullie hoor. Met allemaal. Ook met vrouwen natuurlijk. Doe een beetje lief en respectvol tegen mannen. Waarom niet? Is het toch echt beter hoor? Op de langere termijn. Ook voor jezelf. En dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverd.